Yo, kijkers van hier op TV, daar ben ik een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan eens even kijken wat Kavon te bieden heeft. Kan Boo boost out? My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Het gaat dus heel leuk worden. We moeten hem naar de dojo brengen, volgens mij. Oh, wat was deze missie met die copcar? Oh, wacht. Dat weet ik nog wel. Dat is echt zo'n rotmissie. Waar kom ik hier nou precies tegen? Een copcar. Oh, ik ben gewoon meteen busted. Wat? Het voordeel is wel. Kijk wat hier staat. Een politieauto. Ik hoop dat ik er meteen in kan stappen. Kijk. Ik weet niet precies waar ik eruit moet. Of is dat hier? Oh, hier moet ik eruit. Afnokken jongens, move. Wat doe je nou? Links of ga je nou rechts? Oké, in ieder geval weten dus, we moeten de politieauto hebben. Nou, die hebben we nu dus. Dat is wel één pluspunt. Steal a cop car. Dus we moeten een bom erin maken. Dat heb ik de vorige keer ook al niet gedaan. Wat gebeurde er toen dan? Dat is best wel een tijdje geleden trouwens. Als ik eerlijk ben. Die is ook helemaal niet gek, dat ik gewoon met een gestolen politiekar ronddraai, maar oké. Waar zat die eightball ding-achtig iets? Ik heb hier eerst een keer een zijstraatje in moest. Ik kon herinneren. Nee, moest ik toen hierin? Nee, dat is niet. Ook niet, voor mij was het hier dan. Ja, zoiets. Ik alleen beneden of boven moest zijn. Boven ze te zien. Ja, iets zo. Voorzichtig. Goed zo. Want dan breekt het lijntje niet. Eens even naar binnen draaien. Adem, gaat het mijn geld kosten? Ja, dus. Great. Oké, daar gaan we weer. Het loeiende sirenes uiteraard. Leek er niet zo van hier die mintsterren trouwens gaan liggen. Die steunen voor de politie krijgen. Ik weet hem niet eens meer. Dan kan ik ook deze kant uit. Nee, dat kan dus niet. Goed om te weten dat dat niet kan. Watch the game. Nee. Gaan we dus niet doen. Ik heb het idee dat ik het misschien ga doen. Ik heb gewoon nu al voor zorgd dat ik zo meteen aan een auto klaar heb staan. In case of emergency, dat betekent al wegrijden. Oh nee, ga ik naar Portland. Dat is helemaal niet handig. Ja, het politiegebouw is hier. En dan. Ah, wat doe je nou, limo? Ik wil graag wel een beetje limonade. Even kijken. Hier moest ik er naartoe. Kijk, hier ligt al min 1 ster. Dat is helemaal nice. Kom, schiet eens op. Gewoon mensen die elkaar geslagen worden. Nee. Alleen jou eigenlijk nog niet activeren. Dat ik eigenlijk deze auto wil hebben. En dat kan. Wat ik eigenlijk zo wil gaan doen. Is dus direct eigenlijk een auto klaarzetten dat ik meteen eruit kan.
Dus ik hoef ik alleen maar achteruit te rennen en ik kan weg. Oké. Pump arm. Oké. En nou heel snel wegwezen. Oh, move on, Matzo. Toch doe ik het. Ik moet de chop kwijt. Prachtig, die ben ik kwijt. En gewoon de trap omhoog. We don't care. Ik maak een trappetje. En nu is gewoon zo hard mogelijk random routes rijden. Oh, ik heb het ook de vorige keer misgekeerd. Vorige keer was ik ergens aan het verstoppen, maar de politie had me al in de gaten. Alleen ze durfde niet naar mij toe te komen, dat was het. Ze wisten precies waar ik reed. Oh, dat was politie. Stond ik hier achter of zo, ergens? Die kant. Dacht ik al dat iemand mij zag. Oh, nog een politiewagen. Dat is not zo handig. Dat is not zo handig. Dat is een nieuwe die ik nog nooit eerder gehoord. Dat is not zo handig. Politie opbokken. Ik vroeg niet om assistentie. Ik vroeg om geen assistentie. Lekker. Stop. Is het weer politie? Nee. Op zoek naar een plek waar ik hem rustig naartoe kan rijden. Zonder al dat geroep van de politie. Vind ik geen goede plek zijn. Ja. Je rijdt er wel één weg. Ze weten gewoon dat ik hier zit. Als ik hier ga staan, dan weten hun ook gewoon. Oh, dat is een partij handig. Geef mij die cheats ook even. Dan kan ik ook makkelijk ontsnappen. Flop, flop. Ik kan ook wel op zoek naar die minsterren. Gewoon iets wat ik kan doen. Oh, wacht, hier met het politiebureau weer. Misschien helemaal geen handig idee. Maar verbaas me dat de auto nog niet ontploft is. Oh, weer een politie achter me aan. Super duper. Oh, dat was hier wat de vorige keer zat. Waar ook, ja. Bij dit kerkje. Of waar het ook moet voorstellen. Ook als we hem zo kwijt zijn. Het begint nogal pretty annoying te worden. Volgens mij zijn ze me kwijt. Ik kan een andere auto pakken. Hoe ik zo maar eens even snel doen. Hij is niet echt de snelste auto, maar beter dan niets. Oh, ze vinden me hier ook gewoon. Ze wist gewoon dat ik hier weer zat. Ik zit naar de Portland kaart, daar denk ik even gaan opzoeken. Voor ongeveer waar daar die dingen liggen. Hier weet ik ze dus niet te vinden. Weer een tegen. Zucht. In GTA 5 raak je de politie makkelijker kwijt dan hier. Politie. Dat is een hele package. Hier is hem op te vinden. Jezus Christus. Terugrijden naar het politiebureau vind ik niet zo'n heel handig idee. Ik moet nu wel achteruit. Echt heel vervelend is. Ga ik het weer niet halen? Of wordt het tijd voor cheats? Ik heb even plan dit spel uit te spelen zonder cheats, maar die politie zo irritant doet. Zou je hier misschien niet min 1 ster liggen ergens? Echt wel zo'n plek waar iets zou kunnen liggen. En waar de politie zou kunnen kwijtraken hier. Laat ik wel het bruggetje pakken. Flop, flop. Zal ik daar wat liggen?
Weet het niet, maar nee, er was niks. Oh, jou is hem wel weer gevonden. Waarom nu kom jij niks hard vandaan? Oké, ik denk dat ik nu ieder moment busted ben. De kar staat te roken als een pak sigaretten die in de fik staan. Het is zo gezond als maar kan. Totaal geen milieuvervuiling of zo. Ik moet echt snel die sterren kwijt zien te raken. 1, 2, 3, precies waar ik ben in de stad. Ik ben op zoek naar iets wat ik kan herkennen. Ja, dat park kon ik herkennen, maar... Dan was het niet die kant op, omdat Portland... Godsamme, annoying politie. Gewoon echt ook gewoon... De politie raakte mij niet eens. Ik werd gewoon meegenomen door de politie. Dat is ook wel best wel vervelend. Opbokken. Ik kom ook niet aan jullie auto. Dat jullie van mijn auto af? Klaar. Hop, die kant op. Ik hoef echt geen andere auto zien te vinden eigenlijk. Ik heb totaal geen wapens en dat. Hier is uiteraard over geen meter meer. Oh god, nu wat ik net van me vandaan kwam. Hun auto werkt ook niet heel goed meer. We gaan naar het andere district. Screw that. Hop, die kant op. Eigenlijk had ik hier meteen de auto moeten jatten. Dat was het beste geweest. Dat is weer een politie. Oké, even zo. Thank you. Ik heb gewoon nu een betere bak. Neem ik kan. Oké, je op zoek naar de minsterren. Die achterlacht volgens mij ergens eentje. Zo, dat was een kaboom. Oké, even zoeken. Waar liggen die? Hier ergens lag volgens mij wel ergens eentje. Natuurlijk, want ik ben aan alle kanten beschoten dat ik de maffia uitgeschakeld heb. Natuurlijk, iedereen haat mij hier. Maar ik haat hun ook, dus... Ik kom er soort van overeen. Als ik een keer mijn auto ga kapot schieten, vind ik helemaal niet fijn. Zo, die telefoon... dingen zijn had. Even kijken. Ik ben op zoek naar een park. Een of ander basketbalveldje zit daar. Waar zo'n minster ligt. Dus die ben ik even op zoek. Zoveel dat we gewoon geen minimap hebben eigenlijk. Die zou ik ook instellen. Hier doorheen. Hier moest hij volgens mij ergens liggen. Ja. Precies wat ik eigenlijk wil bouwen. Nog maar één ster. Deze kant, die kant. Die kant. Die hadden we nergens nog zo'n plek. Daar, ik zie het al liggen. Ik zie hem al, ik zie hem. Oké. We zijn in ieder geval van de politie af. Dat is één ding. En als zo snel mogelijk weer terug naar het andere land komen. Zeg, je gaat niet letterlijk voor mijn auto gaan springen, hè? Dat ga jij niet doen. Want dan heb je me echt chagrijnig. Dus jouw dag ook niet heel veel beter ervan wordt. Maar dat is een ander probleem. Even kijken, hoe kom ik weer naar een ander land toe? Hier zo ergens was dat? Nee, niet hier. Iets verder. Zo is die visfabriek. Maar in ieder geval, ik heb wel een tijdje gedaan over die missie. Hele aflevering. Dat heb ik dus ook nodig. Want ik ben echt een noob in deze game. Ik val echt aan alle kanten. Maar hoe je bent of verkeerd, ik heb het gehaald. Als ik naar de juiste positie ben. Plekachtig iets kom. En hoe de hel ga ik daaraan komen? Ik heb nog geen flauw idee.
gaan we zo meteen achterkomen. Zo. Ik weet niet precies waar ik naartoe moet, maar ik denk naar het casino. Ga ik hier tussendoor. Oh, ik leg life points. Ga je door. Ik wil het klaksoneren. Wat moet u dan doen? Nog helemaal niks. Oh god. Run. Wat moet ik nu precies doen dan? Ik wist dat mijn auto in principe niet veel nodig had om te ontploffen, maar... Hè? Wat moet ik nou precies doen dan? What did I need to do? Misschien hierboven iets? Als ik hier afspring, kan ik misschien wat zien? Ik heb echt een flauw idee. Ik heb ook mijn hele melding niet eens gelezen, maar... Hierboven op een auto springen. Dus op zich ook niks. Wait, wat? Ik ga zo snel kijken op de wiki. Ik ga zelf wat vinden. Ik moet zo'n police fan jatten of zo. Ik ga zo kijken op de wiki. Oké, de wiki is dus niet echt duidelijk in wat ik precies allemaal moet doen. Waarschijnlijk heb ik nog een policecar nodig om weer binnen te komen. En de politie zal me nou niet meer herkennen. Ik hoop dat deze politiewagen open is. Anders gaat het denk ik niet goed. Ja, hij is open. Thanks, Lord. Oké, open the gate. Oh, kijk, ik moest hem meenemen. Dat was de hele bedoeling. Aha. Dat ik dus... nu dus al een politieauto heb. Die zo'n keer kwijt ben geraakt. Dus nergens meer last van. Kijk. En nou moeten we hem snel gaan deliveren. Dat was hem. Nou, meen je dit nou serieus? Dat je nu begint herrie te maken? Het is echt gewoon beestenbende. Kijk, en hij is gedeliverd. Als het goed is, is mission passed. Ja, 30.000. Woe. De volgende keer gaan we een andere K-missie doen. In ieder geval, leave a like. Vergeet niet een comment te schrijven. En tot de volgende keer. Doeg!